hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En jongens, het is alweer oktober. Oh mijn god. Het gaat echt zo fucking snel. Ik heb letterlijk nog 3 maanden om aan mijn doel te werken voor dit jaar nog. Het gaat echt zo snel, niet normaal. Ik was me even aan het klaarmaken en Nessim ook. Want wij gaan zo richting Amsterdam. We hebben daar even een paar afspraken. Dus dan gaan we even allemaal langs. En dat is eigenlijk een beetje de planning van vandaag. Ik moet me nog even omkleden. Ik moet mijn haar nog wel even iets mooier maken, want er zit weinig volume in. Ik heb vandaag een heel andere make-up look, want meer dan dit wordt het eigenlijk ook niet. Ik ben benieuwd wat jullie van vinden, want ik ben echt helemaal into J-Lo opeens. En ik wil echt het glowy effect op mijn gezicht. Ik weet nog niet goed hoe ik het moet creëren, maar ik moet maar even een paar tutorials gaan kijken. Maar ik ben heel erg tevreden met dit. Zo, mijn haar is gedaan. Het ziet er iets beter uit. Maar ik kreeg er niet heel veel volume in vandaag. Want ik heb natuurlijk gedoucht, maar dat maakt niet uit. Als jullie willen weten wat mijn lipcombinatie is van vandaag. Ik heb Kylie als lip liner. En ik heb deze Velvet lipstick van, hoe heet deze ook weer? Van Bourjois. Die is echt heel goed. Ik weet niet welke. Oh, Velvet heet die. Nummer 31. En daaroverheen heb ik deze van NYX Butter Gloss. In de kleur Madeleine. Dus ik heb me omgekleed. Ik heb echt zo'n leuke outfit aan van Boohoo. Mocht er nog een kortingscode van mij zijn op dit moment. Als deze video online is. Dan zal ik het even nu hier erbij noteren. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Kijk. Ik heb een spijkerbroek aan. Het is dus een mom jeans van Boohoo. En hij zit echt zo fijn. Niet normaal. Dit is een maatje 38. En ik heb dus deze spijkerbroek van de Petite collectie. Dus hij is voor mij perfect qua lengte. Ik heb een kroptruitje aan van Boohoo. En een jas van Boohoo. En dit is mijn outfit van vandaag. Ik ga nog even deze schoenen hieronder aantrekken. We zijn eindelijk vertrokken. Gelukkig wel op tijd. We komen op tijd aan op onze eerste afspraak. En zoals je ziet schijnt de zon. Maar het begint gewoon tegelijkertijd ook te regenen nu. Vet raar. Wij gaan even een ontbijtje scoren. Want ik ga straks samen met Nessim ook mijn tanden bleken. En daarna mag ik dus niet eten voor 2-3 uurtjes of zo. Dus ik wil wel heel graag even goed eten van tevoren. Verder gereden, want het was echt zo druk bij de andere tank. Dus we gaan even hier ons ontbijtje scoren. Yep. We zijn nu bij de Biosmel in Amsterdam. En we gaan zo'n tandenblik samen. Ik heb een massage aangedaan. Ja, ik ook. Het echt lekker. Wij zijn net naar de tandenbleken geweest. Dit zijn mijn tanden nu. Dus laat je tanden zien. Gek wit. We hebben altijd gekke witte tanden daar. En ik heb natuurlijk al facings van boven. Maar doordat ze het, hoe heet het van tevoren, wat ze ook gaan doen? Polijst. Doordat ze het dus polijsten maken, zijn de facings nog schoon. En dan worden ze gewoon witter. Ja, dan zou eigenlijk al zijn. En alle tanden worden gewoon meegebleekt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. We zijn nu bij de grachten in Amsterdam. Nessim gaat hier lekker mooie foto's van mij maken, want ik moet nog foto's maken van mijn outfit voor Boohoo, voor een samenwerking. Dus Nessim gaat mij erbij helpen. Yay, yay, yay. Kijk hoe mooi het hier is. Weet je, het is, Amsterdam is wel echt een mooie stad, hè? Het is wel heel erg fotogeniek. Veel meer dan, ja, maar veel meer dan Rotterdam, eerlijk. Het is echt heel mooi. Je hoeft maar even te lopen. Ik koop nu, Jezus. Wij hebben lekker sapjes meegenomen van Juice Express. Ik heb de groene. En Nessim heeft de rode. Lekker. Helemaal stuk. Wij zijn bij PC. En wij werden dus net herkend. En die meid ging Nessim echt een soort van chansen gewoon. Waar jij bij staat. Ik zeg tegen meer. Ze zei tegen hem. Oh, je bent echt knapper in het echt. En ik stond er echt naast. En Nessim zegt van, waarom zei je niks? Ik denk, ja, spijt me echt. Ik zeg, je moet opkomen voor mij. Het boeit me helemaal geen fuck. Ik vind dat je moet vechten voor mij. Ja, dat. Kopstoot en zo. Dus ik heb echt iets heel erg leuks besteld bij Louis Vuitton. Maar dat zien jullie later wel, als een accessoire. En die heb ik echt al heel erg lang. Maar die heb ik vandaag eindelijk besteld. Maar die hadden ze dus niet op voorraad. Even kijken, wij gaan nu lekker gevreten. Wat is een beetje de plek? We zeggen dat wij zeg maar, nu weer voor het eerst Turks gaan eten sinds Turkije. Klopt. Want wij konden even niet meer, weet je nog? Ja, klopt echt. Want het is wel iets rustiger op de bank. Maar weet je waar we echt zin in hebben? Linzensoep. Soep. Ja.
Dus vandaar dat we even naar Turk gaan. Want we hebben gewoon echt zin in een lekker bordje met een linzensoepie. Het voelt echt alsof wij een eeuwigheid niet naar Meram zijn geweest. Hij heeft net goed nieuws gekregen. Hij vindt het heel spannend. Dit is zo spannend. Dit is over 13 dagen al. Yeah. Maar, mijn hart gaat helemaal tekeer. Maar hoe lang zijn we niet naar Meram geweest? Ik vind het zo spannend. Ja, dit is ongelooflijk spannend. Ja, maar dan vinden mijn kijkers niet leuk, want nu snappen ze niet waar het over gaat. Mijn minne. Mijn tanden, kijk. Wij zijn bij Meram en we beginnen met een linzensoepje. Het is warm, pas op. Ja? En... Ik heb veel gekregen, man. Ja, jij gaat mee eten, toch? Oh mijn god, ik wist niet dat ik zoveel kreeg. Ik heb lekker lam besteld met een salade en Nessie met een durum. Ik smakelijk. Nessie is nog steeds boos dat je niet van mij opkwam. Dat ik vandaag geen vrouw in elkaar heb gemappt met zijn versierde voor mijn neus. Niet haar per se, maar gewoon in het algemeen. Wie moest ik mappen? Voor andere vrouwen. Ja? Moet ik het vanaf nu doen, als ze zeggen dat je mooi bent? Vanaf nu, als een vrouw mij versiert naast jou, moet je zeggen hallo, dat is mijn man. En dan ga je naar haar toe en dan ga je dat kop stoken. Vind je leuk, hè? Ja, je moet voor mij vechten. We hebben weer gegeten. Goed gegeten, we zitten goed vol. Nessie heeft zelfs eten meegenomen omdat het gewoon zoveel was. Wij kunnen laatst niet meer zoveel eten. Nee. Die soep vulde ook. Ja, de soep. Na de soep waren we eigenlijk een soort van vol. Maar ja, goed. Wij zijn onderweg naar huis. En het weer is weer helemaal opgeslagen. Van zon in de ochtend naar dit. En file. Thuis en het is vandaag dus donderdag 3 oktober. Morgen is het vrijdag 4 oktober en dan is het dus dierendag. Dus wij dachten van, ik denk ja, misschien is het wel leuk om even een foto te maken met onze lieve katjes en dan dat we morgen met dierendag kunnen plaatsen. Goeie. Dus dat is wat we nu gaan doen. Oké, moeten we eerst op kattenjacht gaan? Ja, we moeten eerst op kattenjacht gaan. Druk. Oh. Kun je snel nog eentje? Oh, Lira wordt onrustig. Oh jongens, het was echt zo moeilijk om een foto met hem te maken. Het is echt absoluut niet gelukt. Elke keer stond één iemand er gewoon helemaal scheel op. Maar goed, we hebben er moeite voor gedaan. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen. Oh, jongens, wij zijn weer zo'n tijdje thuis. Ik heb lekker mijn pyjama aan, mijn badjas aangetrokken. En ik ga nu lekker weer een wierook aan steken. Dat is echt gewoon mijn nieuwe traditie in huis. Wij vinden het echt zo lekker. En deze ruikt echt gewoon top. Oh. Doet hij het zo? Volgens mij wel. Nog een keer. Oh, hij is dan. Ik word hier echt zo zen van. Heerlijk. Ik ga weer Kardashians kijken. Tot er ergernis van Nessie. Zo. De keuken aan het opruimen. En Dina is mij aan het helpen, hè? Ja, mama. En Nessie is net weg en hij laat altijd zijn slippers hier hangen. Echt irritant. Gaan we weer helpen in de keuken, Dinari. Kom terug. Oké, Nessie is inmiddels thuis. En we zijn dus net samen naar de McDonald's geweest. Shit. En wij hadden zin in chicken nuggets. En Nessie wou deze nog heel graag proeven, de veggie. Chicken nuggets en we hebben ook nog een milkshake gehaald. Het gaat niet goed, jongens. We gaan er wel van genieten. Wie van jullie wil de lid worden van de Fat Cat Club? Fat Cat Club. Die kun je nu aanmelden. We gaan even die veggie proeven. Ja, is dit de nieuwe Big Bang? Ik ben echt benieuwd. Zet hem op die fles dan. Kom naast mij zitten. Kom. Wow, dat is wel een beetje wiebelig. Kom naast mij zitten. Ik ben letterlijk in mijn pyjama naar de McDonald's gegaan, zoals altijd. Lekker. Ze zijn echt niet vies hoor. Dit is een veggie. Ze zijn echt niet vies. Ik ben echt serieus. Maar het spijt me echt. Ik heb wel een andere structuur. Dit is wel echt lekker zo. Dina, ga weg. Dit is wel lekker hoor. Jongens, gadver. Ik ging net filmen, ging hij een boel laten. Wij hebben dus heerlijk kipnuggets gegeten. We stellen het gezond eten elke keer een dag uit.
Nee, dat is niet waar. Wij beginnen onze dag goed. Wij eindigen hem altijd slecht. Ja, in de nacht hebben we er echt nog wel moeite mee. In de ochtend beginnen wij met gezond ontbijt. Smoothie, alles. En de avond is klaar. Maakt niet uit. Ik ben in ieder geval heel erg moe. Dus ik ga even tanden poetsen. Even mijn mascara eraf halen. En dan ga ik lekker naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb trouwens een afspraak gemaakt bij de kapper. Eindelijk. Het ziet er toch niet meer uit. Wat ga je doen dan? Mijn uitgroei misschien? Of niet je haar knippen of gek doen, hè? Schat, heb je gezien hoe dit eruit ziet? Dat ga ik doen. Dat is wel mooi. Jij moet echt even je mond houden. Nessie is gewoon anti alles wat ik doe gewoon. Hij wil gewoon nooit meer dat ik iets aan mezelf ga doen. Ja, jij wilt gewoon dat ik echt zo'n lelijke onverzorgde vrouw word. Dat is mooi zoals je bent. Ik wil ook mooi zoals ik ben, maar niet met uitgroei. Nou jongens, ik ga deze discussie voeren met mijn man. Nee, ik ga deze discussie trouwens niet voeren. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik ga gewoon tanden poetsen en slapen. Daag.